Promotiefilmpje, take 54 alweer. Dag beste kijkers, voor degenen die mij nog niet kennen. Mijn naam is Erik-Jan Broers. Voor degenen die mij kennen ook trouwens. Al heel lang geef ik colleges op deze universiteit. Vooral in rechtshistorische vakken. Rechtsgeschiedenis dus. De geschiedenis van het recht. En eerstejaarsstudenten zullen zich wellicht afvragen, waarom dit vak? Waarom rechtsgeschiedenis? We gaan toch rechten studeren? We gaan toch geen geschiedenis studeren? Maar rechtsgeschiedenis is een nuttig vak, omdat het bijdraagt aan een beter begrip, een betere kennis van het hedendaagse recht. En nee, rechtsgeschiedenis is niet saai. Een vak kun je net zo saai of net zo interessant maken als je zelf wil. En een belangrijke taak van de docent is dan ook, vind ik, om de studenten te enthousiasmeren voor zijn vak. En dat vak aanschouwelijk te maken. Interessant te maken. Als ik bijvoorbeeld college geef over de geschiedenis van het strafrecht, dan maak ik gebruik van oude strafzaken. Strafprocessen die in het verleden hebben gediend. Dit om de stof te verduidelijken, te concretiseren, toe te lichten, maar ook om de stof aanschouwelijk te maken, te verlevendigen. En op deze manier draagt mijn wetenschappelijke onderzoek, want ik verricht veel onderzoek naar de geschiedenis van het strafrecht, mijn wetenschappelijke onderzoek draagt dan ook bij aan de kwaliteit van het onderwijs. Onderwijs en onderzoek gaan dan hand in hand. Maar ja, toen kregen we het coronavirus en toen werd het allemaal wat moeilijker, omdat studenten voortaan online colleges moesten gaan volgen. En als jij de hele dag als student voor zo'n beeldschermpje zit, ja, dan krijg je onderhand vierkante ogen, dan neemt je concentratie af en dan zakt je interesse in en dan krijg je situaties zoals deze. En om dat te voorkomen, las ik in mijn colleges geregeld een ontspanningsmoment in. Een ontspanningsmoment waarbinnen ik een klein uitstapje maak naar iets wat minder relevant is voor het college. Maar wel leerzaam en ook leuk. Bijvoorbeeld, hoort een vampier thuis in de rechtsgeschiedenis? En waarom kun je hem onschadelijk maken met uitgerekend een houten paaltje? Waar komt dat gebruik vandaan, van dat houten paaltje? Of waarom heeft de Engelse jurist en filosoof Jeremy Bentham zich laten mumificeren? En wat is er in hemelsnaam met zijn hoofd gebeurd? Dus op die manier tracht ik een beetje een ontspanningsmoment in te bouwen in mijn colleges. En ook stel ik geregeld, om de aandacht van de student erbij te houden, stel ik geregeld een bonusvraag in. En de beantwoording van die bonusvraag geeft recht, mits het antwoord goed is natuurlijk, op een consumptie naar keuze. In de Esplanade, als die weer open is, en laten we hopen dat dat weer snel het geval zal zijn. Dus om te besluiten, beste luisteraars, rechtsgeschiedenis is een mooi vak. Het is een interessant vak. Het is een leuk vak. Het is een vak als rechtsgeschiedenis dat onze rechtopleiding niet tot een ambachtelijke schoolopleiding maakt. En daarom hoop ik nog vele studenten hartelijk welkom te mogen heten in de rechtsgeschiedenis. En cut!